Ze hebben er zin in, de 29 leerlingen van het Noordermerk. Het dorpje Noordeinde, in het uiterste noorden van Gelderland, houdt dus een eigen school. En dus ligt de rode loper vast klaar. De vakantie duurde hier nog wel 2 dagen langer. Deze leerling neemt vast plaats in zijn nieuwe klaslokaal. Ik vond het wel leuk. Ik was thuis een beetje zat. Ze hebben iets langer vakantie gehad, maar er was zoveel wat moest gebeuren. Het plein, het schoolgebouw moest van binnen opgeknapt worden. Je moet natuurlijk ook zorgen dat het onderwijs kan starten. Omdat de school zo klein is, zijn er maar 2 klassen. De zwaluwen en de grutto's. Waar hoor jij bij? Bij de grutto's, volgens mij. Ik zat in groep 4, maar nu zit ik in groep 5. De identiteit van de school is wel veranderd. Dat was nodig om het voortbestaan te garanderen. Van openbaar gaan we naar christelijk, maar voor de ouders geen probleem. Andersom was het ook geen probleem, dus het is mooi dat het zo kan. Want wij zijn een christelijke stichting waar we bij horen. Dus wij vinden het super fijn dat we hier christelijk onderwijs mogen gaan verzorgen. En de leerlingen zijn helemaal klaar voor de nieuwe start.